Er zou inderdaad iets moeten worden gedaan aan de stijgende huur- en huizenprijzen. Omdat het niet zo moet zijn dat je hier alleen kan wonen wanneer je genoeg geld hebt. Mijn naam is Hevien, ik ben 21 jaar oud en ik studeer aan de Erasmus Universiteit. 15 jaar geleden kwamen wij in Rotterdam aan om opgevangen te worden in een noodopvang. Omdat wij uitgeprocedeerd waren. We zouden hier eerst een maand wonen, uiteindelijk werden dat 5 jaar en zijn er ook nog eens 10 jaar bovenop gekomen. Rotterdam is ons eerste thuis geweest. Vroeger was het anders. Wat ik nu vooral zie is dat de oude straten, de wijken, waar dus ook heel veel diversiteit was, die worden eigenlijk met de grond gelijk gemaakt. Mensen moeten verhuizen, kunnen niet verhuizen binnen Rotterdam en moeten uit Rotterdam. Dat moet echt veranderen, omdat Rotterdam niet een stad voor de rijken is, maar een stad voor iedereen. Ik zou het echt ontzettend jammer vinden als ik ook de stad uit moet, omdat hier wel mijn thuisgevoel is ontstaan.